Ja, vandaag dag 2 van het WK. Weer één wedstrijd gevaren, derde, dus dat was prima. Het is echt heel tricky, want er zijn verschillende winden die tegen elkaar invechten. Veel buien in de lucht, dus het maakt het regen zo lastig. Maar ik ben blij met de 2/3 plekken tot nu toe. Ik had een goede start en ik kon daar na de eerste keuze goed doorkomen. Dus zat er direct lekker bij en daarna ging het eigenlijk wel goed. De laatste voor de winterdag was wat jammer. Druk viel weg en druk kwam aan de verkeerde kant van mij binnen. Dus daar had laten liggen, dus daar wil ik wel scherp op zijn. Maar op zich een goede race. Ja, ik hoop dat we morgen 3 wedstrijden gaan doen en met iets meer wind, iets stabieler. En dan hebben we in ieder geval nog 5 races in de qualifier gedaan. Dat zou wel mooi zijn.